Ja. Da könnt ihr auch hochfahren und dann wird etwas erzählt über ihr Auto. Ah, schön. Ja, also das alles hier. Ja, super. Ja? Ja, prima. Und was hier ist Ihr Name? Asperolun. A-S-K-E-R-L-U-N-D. Ja. Und das ist der Name? Laura. Laura? Ja. En je mag hier de dingen allemaal uitdelen. Dat is ook, hoort ook bij het takenpakket. Ja, ja, absoluut. Ja? Ja. Je kunt ook allemaal vriezend Duits. Nou, ik niet, maar bij wijnprinsessen wel. Dus u drinkt ook geen Duitse wijnen dus? Oh, dat wel. Dat gaat er altijd in. Dat gaat wijn er is altijd goed. Wat wij krijgen de deelnemers? Ik zie daar een kaart, dus dan gaan ze een rondje maken. Ja, ze krijgen een bordje ja. Als ze zich hebben aangemeld. Ja, en ze krijgen een route die ze kunnen rijden vanaf 3 uur. Ja. Ja. Dat is een beetje het gebied, het buitengebied van Alten, een Winkelswijk zie ik hier gelopen, Eurink, ja. Boerlo. Ja, aan de andere kant gaat hij verder inderdaad. Dat is een soort oldtimer route eigenlijk. Ja. En hoeveel kilometer? Of? Oeh, dat weet ik eigenlijk niet. Oh. Dames, hoeveel kilometer is die route? Ja, dames, hoeveel kilometer is dat? Geen idee. Ik weet het niet. Oh. Nou ja. Deze mensen krijgen nog een bordje. Een bordje. Ja, goed. Nou ja, ik hou u weer van het werk af. Ja. Die doet de pers altijd. Goed. Een bordje en de route van vanmiddag. Alsjeblieft. Moet je in Duits doen. Daar is die route die door de gegeven. Ja. Ja. Ze gingen ook nog naar Duitsland een stuk. Heet een bochel. Kent u dat? Ja. Ja. Ja, nog een, Ja, gaan we lopen naar? Hoort, klein, hoort, bieten. Hoort, bieten. Ah, ja, als Bob. Ja. Is hij dan daar op het tijdje mooi? Wie lange hebben ze gevaren met een Fiat 500 als Bottrop? Schön über Land, gemütlich. Oh, sie haben nicht in den Autobahn haben sie nicht genommen. Nein. Nicht da machen 31. Wir nur, wenn wir eilig haben. Ja, ja, aber da haben sie auch ein anderes Auto, glaube ich. Ja, klar, aber da machen wir auch mit dem. Wir fahren überall da mit dem, wenn die Sonne scheint. Ja, auch Ferien in Holland oder so. Ja, klar. Und weiter weg nach Friesland, nach Holland, überall. Ja, ja. Dafür und, ist er gemacht. Ja, wie alt ist er, Fiat? Der ist von 69. 69. Also fast neu. Ja, das ist ziemlich schön hier. Ja. Sie haben alles dabei, sehe ich. Ja. Sie haben nichts etwas zu verzollen hier. Nee, aber zu verkaufen, damit ich andere glücklich machen kann. Also Sie haben hier genügend Kunden hier. Ja. Noch viel Spaß hier in Aalen. Danke. Wir danken. Ja. Hoeveel wijn neem je al op dan? Dat was de eerste! Ja, dat zijn er altijd de eerste, ja. Zijdewinkel. Ja, ja, ja. Dus ze zijn verdubbeld. Ja. Maar er rijden zo onvoorstelbaar veel mensen aan. We moeten gewoon... mensen gewoon maar ergens een plek geven, want wat we gereserveerd hadden, dat is allemaal bezet. Ja. Ja, hoe doet u dat als er steeds meer bij komen? Nou, we hebben nog reserveplekken achter op de parkeerplaats achter de HEMA. Dus, ja. En we kunnen de kosten wel nog gebruiken, dus we hebben nog wel plaats. Ja. Een paar jaar geleden met 30 geloof ik. Met 30, 28 precies, ja. Ja, ja, en toen had u al 10.000 bezoekers? Ja, nou dat was verleden jaar, ja. Zo. Verleden jaar, daarvoor was iets minder, maar toch. Maar nu lopen er ook al zoveel mensen in het dorp. Dat is echt geweldig. Maar ja, ook weer het geluk met het mooie weer natuurlijk. Ja.
kan weer niet op eigenlijk. Kan niet op, nee. Dit kunnen we langzamerhand zeggen dat dit een traditie is. Ja, ja, ja. Dat gaan we ook zeker voortzetten. Ja. Maar hoe is dat idee eigenlijk gekomen dat je op oldtime zit? Ja, als je s'nachts niet kunt slapen, dan schiet je soms wat er binnen. Ja. Daar, zo is het ontstaan. U zag ze rijden? Ja, ik zag ze rijden. Ik denk, nou, dat is wel mooi, want er was hier voor 4 jaar terug in het dorp in Aalten was op Hemelvaart helemaal niets te doen. Ja. Ik zei, nou, wat gaan we dan doen? We gaan het proberen. En toen kwam in één keer het idee van oldtimer. Kom, Ik heb hem vaak wel eens zien. Nee, ik vind hem wel weer mooi. Ik vind dat heerlijk. Weet niet. Ik heb er ook al een stuur naar. Hij kwam met de fiets tegenaan, waarbij niet beneden dit hoort. Dan blijf je weer even hangen. Dat is hier spieren. Die bubbels bedreven. U geeft weer acte de présence hier weer op de Brinkhorststraat. Ja, ik wil toch weer zien. Ach, kijk, kom. Ik vind dat zo schön. Ja. Wie bij die mooie auto's kan kijken. Hoe is het verder met u? Heel goed, ik ben nog gezond. Alles functioneert bij mij nog. Ja, en de automobielen ook? En de automobielen ook. Dus dan is alles oké? Okay. Oké, en met mijn vriendin ook. Ah, die heeft hij als bijrijster hier? Nee, maar dat is de secretaresse ook, meneer. Oh, toch, ja, die moet altijd in de gaten houden wat die allemaal uitvreet natuurlijk. Dus je bent helemaal geen eigen baas meer? Nee, dat was ik vroeger wel, maar nu niet meer. U houdt nog wel van automobielen of niet? Ja, 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 zeker. Ja, je bent met hem getrouwd, maar ook met de automobielen. Hè? Ja, ik vind het heel leuk om mee te rijden. Ja. En dit is wat we hier in beeld hebben. Wat is dat voor voertuig? Dat is een voertuig, dat is een Hupmobiel uit 1929. Ah. Geproduceerd in Amerika en verkocht naar Canada. Van Canada verkocht naar Nederland en in Nederland gerestaureerd helemaal 100%. En nu staat dit in Aalten weer? Ja. Zoveel publiek, zoveel animo in die auto. Al die mensen staan hier stil. Ja. Of voor mij natuurlijk, kan ook. Ja, maar dan vindt uw vriendin niet goed. Ja.